Goedemorgen, de zon die schijnt nu nog behoorlijk, maar dat zal zeker de komende uren gaan verminderen. De wind die is al wel aan het aanwakkeren en die waait op dit moment matig uit het zuidwesten tot westen. Nou, de komende uren zal die verder naar het zuidwesten draaien en dan zal de wind ook in kracht toenemen. De bewolking zal gaan toenemen en de temperatuur die komt vandaag uit op een graadje of 12. Nou, in de avond gaat het dan ook regenen vanuit het zuiden-zuidwesten en dan zakt de temperatuur komende nacht naar een graadje of 7 à 8. De wind blijft dan ook echt matig tot zelfs vrij krachtig waaien uit het zuidwesten tot westen. Morgen overdag, dan is het echt bewolkt weer, van tijd tot tijd buien. En dan kan er ook weer aardig wat neerslag bijvallen. En dat betekent ook dat we morgen een natte dag tegemoet gaan bij een graadje of 9. Kortom, meer herfst dan lente de komende 2 dagen. Een hele fijne dag.